Een hele goede avond allemaal. Welkom bij de tweede vaarquiz van Varen Jullie Samen. Welkom iedereen die meedoet via Zoom. En ook welkom iedereen die meekijkt via ons YouTube-kanaal. Mijn naam is Carlijn van Leeuwen van Varen Jullie Samen. Zoals ik net al zei, dit is de tweede vaarquiz die we nu digitaal doen. We hebben weer nieuwe vragen voor jullie bedacht. En een aantal van die vragen zullen bekend voorkomen voor degenen die ook al in december meededen. Dat zijn de vragen die vorige keer niet zo goed werden beantwoord. Dus nieuwe ronde, nieuwe kansen. Een kort woord over Varen Doe Je Samen. Wij zijn een voorlichtingscampagne op het gebied van veiligheid op het water. We werken samen met een groot netwerk aan partners, ambassadeurs en vrijwilligers. Met als doel de veiligheid op de Nederlandse vaarwateren te verbeteren. Zowel tussen de recreatievaart hier achter mij en de beroepsvaart. Als de recreatievaart onderling. Dit doen we via de website, nieuwsbrieven, social media, beursevenementen en presentaties. En dus onder andere ook met deze quiz. Dit jaar zullen we ook het land intrekken. Met Varen Doe Je Samen on Tour, waar we te vinden zullen zijn op plekken zoals sluizen, havens, maar uiteraard ook op het water. Even terug in de tijd. Varen Doe Je Samen is in 2008 begonnen met het in kaart brengen van de knooppunten waar beroepsvaart en recreatievaart elkaar letterlijk in elkaars vaarwater zitten. Wellicht kennen jullie de knooppuntenboekjes nog, waarin per regio de belangrijke knooppunten zijn uitgelicht. Nou, vroeger was dit een papieren versie. Tegenwoordig is alles digitaal te vinden op onze website, maar ook in de verschillende navigatie-apps. Dus ook handig bij het plannen van je vaarroute. We gaan zo beginnen met de quiz. Maar voordat het startsein wordt gegeven, eerst nog een aantal tips. We gaan vanavond de vragen van de quiz beantwoorden via je mobiele telefoon. Voor iedereen die dat nog niet heeft gedaan, zet de slaapstand van je telefoon uit. Als je een iPhone hebt, kan dit via instellingen, scherm en helderheid. Ben je in bezit van een Android-telefoon, dan ga je ook naar instellingen en dan naar display en time-out scherm. Mocht je telefoon toch nog in de slaapstand vallen, druk dan heel snel op refresh en dan kan je de vraag alsnog beantwoorden. De QR-code die hier op het scherm te zien is, die scan je met je telefoon. Ik hoorde net al behoorlijk wat mensen dat doen. Lukt dat nou niet? Ga naar ahsluizen.com/VDES. En ik geloof dat de toegangscode VJDS is. Ja. Precies één letter omgedraaid. Zometeen bij de volgende slide kan je je naam gaan invullen en dan wijzigt het zich vanzelf. Tijdens de quiz geef je antwoord door eerst je keuze aan te klikken en vervolgens op antwoord te drukken. En dan wordt je antwoord ook verzonden. We hebben de antwoordtijd overigens verlengd naar 20 seconden. Want dat was vorige keer wat te kort. Dus jullie hebben vandaag iets meer tijd. Nou, graag stel ik jullie voor aan Onno Walda. Onder andere vrijwilliger bij Varen Doe Je Samen. Hij is vanavond onze quizmaster en hij zal jullie door de vragen heen leiden. Hij zal ook per vraag wat meer context geven over het antwoord en er is ruimte tot het stellen van vragen. Nou, doe het even via de chat. Aan het einde van de quiz zullen we nog een aantal vragen behandelen. Bram Koenhoorn is onze technische moderator. Ikzelf zal de chat in de gaten houden. En samen met Eve Dijkstra. Aan het eind van de quiz zullen we uiteraard een winnaar uitroepen. Er zijn punten te verdienen voor elk goed beantwoorde vraag. Maar ook voor de snelheid van antwoord geven is van belang. En loont. Daar krijg je extra punten voor. Last but not least, een vriendelijk verzoek dus om je camera's uit te zetten. En ook het geluid eventjes in Zoom uit te laten staan tijdens de quiz. Nou, heel erg veel plezier. We kunnen over naar de volgende slide en over naar Onno. Ja, Carlijn, dankjewel.
Even kijken, ik neem aan dat ik in beeld ben, want ik zie mezelf niet. Er zit een, op YouTube zit een 20 seconden, hoe zeg je dat? Achterstand, dus je kunt gewoon praten, je bent gewoon in beeld. Er ik ben in beeld, mooi, prima, dankjewel. Dan moet ik het klein maken. Goed. Ja, er komen nu allerlei namen voorbij. Ik zie Friesland Boppen, Willy, Jos Vrijze. Ik noem er maar een paar die ik zo zie. Sjaak, Sebastian, Hans, Menno en Jacqueline. Pieter, Ilona. Nou, leuk. Leuk dat jullie allemaal meedoen. Ik kan ze niet allemaal opnoemen. Ik zie er een heleboel staan. Er doen ongeveer 99 mensen mee, zie ik. Dus dat zijn er nogal wat. Maak even gebruik van de mogelijkheid om jullie te wijzen. Je kunt je abonneren op de nieuwsbrief. Die nieuwsbrief die krijg je ongeveer 1 keer per maand. Meld je even op de site. Dan krijg je allerlei goede berichten en belangrijke berichten om veilig te varen. Daar staan ook de knooppunten op bijvoorbeeld. En die zijn belangrijk voor een goede reisvoorbereiding. Die knooppunten, dan zie je wat je moet doen bij een bepaald druk knooppunt. Nog even een waarschuwing voor de docenten klein vaarbewijs die meedoen. Ik heb er in ieder geval 1 gezien. Jullie doen mee buiten mededinging. Denk erom, we kennen jullie allemaal. Dus je moet ze nu dan even een fout antwoord geven. Maar dat zal voor jullie ook geen probleem zijn. Ja, wat mij betreft komt nu de testvraag. Bram, ga je gang. Ik wil nog heel even wachten. Er zitten 96 mensen, 97 mensen in de groep en we hebben 89 spelers. Dus ik wil even de laatste paar mensen de kans geven om hun naam in te vullen. Ja, hoe meer zielen. Aitje het trouwens, ik zie je ook staan. Ik geef iedereen nog een minuutje. We zijn er bijna, na 91. Ja, het is als je niet mee kan doen. Nog 7 mensen hebben hun naam niet ingevuld. Dat is wel... Dat zou jammer zijn, ja. Ja. Ik zie ook nog een Lieke. Ik denk dat dit hem is. 91. Ik ga de quiz starten. Oké, dan komt de testvraag. Je moet niet via YouTube meekijken, Onno. Je kan beter via Zoom meekijken. De vraag staat namelijk al in beeld nu. Ja, ik heb YouTube helemaal niet in beeld. Ik kijk naar het scherm van de vragen. Aan boord wordt gesproken van bak en stuurboord. Nou, links onderin zie je en rechts onderin zie je wat je kunt invullen. Nou, dit zal voor de meeste mensen een duidelijke zaak zijn. Bakboord is de linkerzijde, dat klopt inderdaad. Nou, waar komt dat nou vandaan, dat bak- en stuurboord? Dat was een vraag die ik laatst eens een keer kreeg. Een stuurboord komt van heel erg lang geleden, toen zelfs in de tijd van de Vikingen ze aan het zeilen waren, hadden ze aan de rechterkant van het schip hadden ze een soort helmstok, een soort roeispaan. En dat was toen het roer, want het roer achter het schip, dus aan de rechterzijkant. En van dat heette toen stier, waarschijnlijk met een Griekse ei, en dat is staar geworden en daar hebben ze stuurboord van gemaakt. Dus de rechterkant van het schip is stuurboord en de linkerkant heet bakboord, kennelijk omdat daar vroeger gebakken werd. Dat was de keuken, de kombuis, die was kennelijk aan de linkerkant van het schip. En daarom hebben ze dat bakboord genoemd. Of dat laatste helemaal waar is, zoek het op. Ik vind het in ieder geval een mooie verklaring. Nou, dit was de testvraag. Wat mij betreft, Bram, kunnen we nu naar het echte verhaal toe. Oké, dan gaan we beginnen.
Vraag 2. Daar komt hij. Hoe oud moet de bestuurder zijn van een snelle motorboot? Minimaal. En een snelle motorboot is een klein schip, kleiner dan 20 meter. En die kan sneller dan 20 km per uur. Nou, dat weten gelukkig een heleboel mensen, want het is 18 jaar. Je moet 18 jaar zijn en degene met het vaarbewijs aan boord, dus de vaarbewijshouder heet dat, moet wel direct in kunnen grijpen. Dus zorg ervoor dat als er een handhaver komt, dat je als vaarbewijshouder heel erg snel kunt ingrijpen om erger te voorkomen. Wat mij betreft kunnen we naar de volgende vraag. Er dreigt gevaar voor aanvaring. Welk geluidssein geef je dan? Jasper, ik kom zo direct even terug op jouw opmerking. Welk geluidssein bij een aanvaring? Inderdaad, een reeks zeer korte stoten van een kwart seconde per stoot. Dat is het signaal bij een dreigende aanvaring. En lang, kort, lang is het verzoek voor het openen van de brug. En ik zag net nog eventjes een opmerking van Jasper. Het is inderdaad zo dat de nautisch handhavers, dus de politie en Rijkswaterstaat en Provinciale Waterstaat, kijken daar soms wat anders naar. Naar dat wel of niet mogen sturen zonder dat je een vaarbewijs hebt. Maar één ding is zeker, je moet in ieder geval zorgen dat je 18 jaar of ouder bent. Dan gaan we door. Wij kunnen naar de volgende. Wat betekent het linker verkeersteken? Het linker verkeersteken. En het ziet er ongeveer zo uit. Verplicht stuurboord zijde houden. Dat hadden ontzettend veel mensen goed. En daar ben ik heel blij mee, want het is een bord wat niet zo goed bekend is. Want verboden te ontmoeten, dan zijn beide pijlen zijn zwart doorgetrokken met een rode streep dwars doorheen, diagonaal. En deze foto heb ik genomen, die was geloof ik 50 meter na dat bord. Deze mensen die moeten dus nodig eens een keer meedoen aan een quiz. Wat mij betreft mag je naar de volgende, Bram. Kijken we even naar het rechter verkeersteken en daar staat bij, tenzij motor stand-by. Nou, dat stand-by, daar ga ik zo direct iets over vertellen. Mag je hier varen met een zeilplank? Nee, dat mag dus niet, inderdaad. Dat mag niet. Want een zeilplank is een zeilboot volgens de reglementen. En meestal zit er geen motor op. Natuurlijk zijn er weer uitzonderingen. Dit is wel een grappig plaatje wat ik een keer heb kunnen maken onderweg. Gaan we door? Ga naar de volgende, jazeker. Want de volgende is dan, mag je hier varen met een roeiboot? Of met een kano. Of met een sub. Ja. Inderdaad. Dat mag wel. Want dan kijken we naar het volgende plaatje. Want als het niet mag, dan staat dit plaatje, dit verkeersbord erbij. Nou, als het verkeersbord er niet staat, mag je daar dus mooi roeien. Verreweg de meesten hadden dit goed.
Wat mij betreft, Bram, kunnen we naar de volgende. Hier praten we over het binnenvaartpolitiereglement. We zien daar een hoofdvaarwater. Daar zit klein bootje X. En er komt daar de nevenvaarwater, groot schip Y. En die ziet aan zijn stuurboordzijde een bord, een verkeersbord. En dat is B9. Wie verleent daar voorrang? Ja, inderdaad, het grote verleent voorrang binnen de BPR, let wel. Want dat bord, dat betekent gewoon, je mag niemand hinderen op het hoofdvaarwater. En dat geldt voor alle schepen. Dus dit is een van de uitzonderingen waarbij een groot schip niet automatisch voorrang krijgt op een klein schip, omdat het een groot schip is. Medewerking verlangen. Sorry, even, ik zie daar een leuke vraag. Medewerking verlangen, ja, maar niet als dat bord er staat. Het bord betekent dat je iedereen voorrang moet verlenen op het hoofdvaarwater. En die medewerking, ik vind het leuk dat die vraag komt, want daar gaan we het de volgende keer over hebben. Dat is wel iets ingewikkelder, dat kan ik jullie wel vertellen. Maar daar gaan we het de volgende keer over hebben. En wat mij betreft kunnen we naar de volgende. Gaan we door. Jawel. Een prachtig bord. Iets met een waterskier en dan een bord rood, wit, rood. En dat allemaal bovenop een gele ton. Wat betekent dat? Waterskier met boot toegestaan of een waterskibaan met een kabel? Daar komt ie. Ja, dit is mooi. Dit is een mooi uitgang. Dat is ongeveer 50-50. En het is dat... dit is een waterskibaan met een kabel. En dat is trouwens een vraag die komt rechtstreeks van een examen, klein vaarbewijs. Een van de cursisten is daarmee teruggekomen. Want achter dat bord rood, wit, rood, daar is alle scheepvaart verboden. Dan mag je dus ook niet roeien. Je mag er ook niet met een kano. En dus ook mag je daar niet met een subboard suppen, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet. Dit was dus wel even een lastige. Wat mij betreft kunnen we wel naar de volgende, Bram. We hebben nog een vraag, volgens mij. Oké. Okay. Even kijken, waarom zou je dat blauwe bord erbij zetten? Erachter is alles verboden. Nou, om aan te geven dat daar gewaterskiet wordt met zo'n kabel. Nou, dit zou bijvoorbeeld voor zwemmers zijn, maar ja, je hoort dan misschien iets. Je wordt misschien uitgenodigd of uitgelokt om daar toch naartoe te gaan, want er zullen wat mensen langs de kant zijn of zo. Maar het is niet de bedoeling dat je daar met een boot naartoe gaat. Dat is denk ik een redelijke verklaring, hoop ik. Oké, dan gaan we door. Ja, we gaan door. Wat betekent de blauw-witte vlag die je daar ziet? Zo zie je hem ook in werkelijkheid. Hè? Het is maar een vrij kleine vlag. Is daar de douane bezig of zijn daar duikers onder water? Nou, inderdaad, de meesten hebben dat goed. Verreweg de meesten hebben dat goed. Duikers onder water. Dus wees heel voorzichtig en let op de bemanningsleden aan boord van het schip. Misschien geven ze je aanwijzingen. Zorg ervoor dat je daar voorzichtig voorbij vaart. Oké. Okay. De volgende. Betonning op rivieren. Welke kleur heeft een kribbaken en de betonning aan stuurboordzijde als je stroomafwaarts vaart? Een kribbaken staat op een krib. En een krib is een soort landtong dwars in de stroomrichting van de rivier. Ja, rood is goed.
Je ziet hier de rode bakens liggen in het water op, binnen de linkercirkel. En in de rechtercirkel zie je een kribbaken. Dit is een plaatje van de kade in Arnhem richting Driel-Wageningen. Dus het is een stroom afwaarts. En daar heb je rode betonning en rode kribbakens aan je rechterzijde, aan stuurboordzijde. De tussenstand komt zo. Dat is wel goed om dat even te vertellen. Die rechterzijde, die stuurboordzijde stroomafwaarts, dat heet in de scheepvaart de rechteroever. En die kreet die wordt door de scheepvaart ook altijd gebezigd. En die rechteroever blijft rechteroever. Dus heel raar, als je stroomopwaarts vaart, dan heb je dus aan bakboordzijde heb je de rechteroever. Dus aan de linkerkant van het vaarwater heb je de rechteroever. En dat hebben ze zo gelaten, omdat iedereen dan precies weet wat je bedoelt. En dat is dus ook de bedoeling dat wij dat als recreanten weten. Want zeker met een marifoon aan boord wordt dat gebezigd, dat oever. Dus linkeroever en rechteroever. Zodra het woord oever erin zit, is dat erg belangrijk. Dus dat heb ik even uitgelegd. Je kunt... Er komen nog wat ezelsbruggetjes voorbij, Onno. Wat zeg je? Er komen nog wat leuke ezelsbruggetjes voorbij. Ja, ik zag dat twee. Ik ga even mijn verhaal afmaken. Die rode is overkant. Daar kun je hem ook aan herkennen. En de groene heeft een punt naar boven. Dus daar kun je ze qua vorm ook aan herkennen. En de volgende keer ga ik daar nog meer over vertellen. Dan ga ik iets over die groene vertellen. En dan kom ik ook terug op het bloedend hart, wat een van jullie zo net vertelde. Ga ik de volgende keer iets over vertellen. Wat mij betreft kunnen we door naar de volgende. Dan gaan we het over de kardinale betonning hebben. Dit is nog geen vraag hoor. Hier wordt alleen het een en ander, kun je nou zien. Er knippert wat. En aan de rechterkant, zeg maar als je hier een klok denkt, dan op 3 uur, die knippert normaal gesproken 3 keer en dan even niet. En daar, de zuidkant, dus de onderkant, die knippert 6 keer en even niet. En links zie je de westkardinaal en die knippert dan natuurlijk 9 keer. Nou, dit is even een heel korte uitleg. We krijgen ook een plaatje van Bram te zien uit de waterkaart. Bij het Hegermeer, daar zie je een aantal van die tonnen liggen om zo'n klein eilandje. En daar komt de volgende vraag. Aan welke zijde passeer je deze ton? Die tonnen liggen dus bij ondiepten. Ga je hier aan de oostkant voorbij of ga je hier aan de westkant voorbij? In de verte zie je het zogenaamde paard van Marken. Ja, de meeste, ruimschoots, de meeste hebben het over de oostzijde. Dat klopt ook. Je kunt er een beetje een O van maken. Met een beetje creatieve geest kun je daar een O van maken. En dat betekent oost. En de westkardinaal, die ligt natuurlijk daartegen over. En daar kun je een wijnglas van maken. Dat is dan een beetje een ezelsbruggetje. En ik lees heel snel dat vuurtorenwachter Frits, die ziet nogal eens wat mensen verkeerd langs die ton lopen. Nou, de 100 mensen die met ons nu meedoen, die weten dat en die zullen dat in ieder geval niet meer doen. Dan gaan we door. Wij gaan door. Is er een verplichting om stuurboord wal te varen op het Prinses Margrietkanaal? Nou, dat begint ergens in Lemmer en dan voorbij Bergen. Bij Stroobos gaat dat dan over met een andere naam. En de vraag is even, moet je daar stuurboordzijde varen?
Ja, alweer heel veel mensen goed, inderdaad. Je moet daar stuurboordzijde varen. Het straks die ik had van dat stuurboordzijdeplicht, dat is een van de 200-300 borden die langs het Prinses Margrietkanaal staan, die daar nog een keer extra op duiden. Maar het is een hoofdverkeerswater geworden. En dat betekent dat je daar stuurboordzijde. En ik zou je ook willen aanraden, doe dat. Want er wordt daar behoorlijk veel gevaren, ook met containervaart. Het is zeer veilig om daar stuurboordzijde te varen. Ik kom er straks ook nog een keer op terug waarom het zo handig is om stuurboordzijde, dus aan de rechterkant van het vaarwater, te varen. Oké, laatste vraag voor de tussenstand. Even een vraagje over het Rijnvaartpolitiereglement. Is er een verplichting voor kleine vaartuigen om stuurboord wal te varen op de Waal en de Rijn? Moet je daar stuurboord zijde varen op de Waal en de Rijn of moet dat niet? Oeps, beste mensen. Nee, dat hoeft niet meer. En dat wordt heel slecht beantwoord, deze vraag ook bij de Vamex. Vandaar dat het volgende plaatje nog even komt, denk ik. Sorry, ja. Ja, doe het volgende plaatje maar even. Ja, want dit is een plaatje wat we destijds gekregen hebben van de Vamex. Inmiddels neemt het CBR-examens af. Althans, zodra de lockdown voorbij is. Nou, op dit plaatje zie je een aantal dingen. Dus voor 1 januari 2016 moest je wel stuurboordzijde varen op de Waal en op de Rijn. En dat betekende dat als jij in de afvaart zit, dus met de stroom mee, dan ben je geneigd stuurboordzijde te varen, maar dan kom je een groot schip tegen met een blauw bord. En dan vraag je je af, moet ik nou stuurboordzijde varen? Want dat is een verplichting. Moet ik stuurboord op stuurboord langs de andere kant, dus dan moet ik dat grote schip dus aan mijn stuurboordzijde houden, omdat daar een blauw bord is. Daar was wat onduidelijkheid over. En dat is de reden geweest dat ze gezegd hebben, we gaan dat stuurboordzijdeplicht gaan we daar afhalen, zodat iedereen gewoon kan reageren op dat blauwe bord, waar ik trouwens de volgende keer op terugkom. In een quiz. En dat is dus best wel ingewikkeld. Vandaar dat ik het even kort wil aanduiden met betrekking tot die stuurboordzijdeplicht. Maar dat hoeft dus niet meer sinds 1 januari 2016. Misschien is er een interessante vraag bij Eve. Ik weet het niet, maar ik zag het vragen. Er is een vraag, Onno, wat moet je doen als je zelf opgelopen wordt? Het is niet fijn als klein schip tussen twee tankers. Nee, inderdaad, dat is ook zo. Als je opgelopen wordt, zeker op rivieren, dan heb je vaak last van die zuigen. Hè? Want dat schip dat gaat jou voorbij en dan word je naar dat schip toegezogen. A, is het verstandig om heel vaak achterom te kijken, zeker als je in de afvaart zit. Want grote schepen kunnen zeer snel bij je zijn, die varen in de regel veel sneller dan jij. En zeker als er een beetje stroom staat, zoals op de Gelderse IJssel, van de IJsselkop tot aan Zutphen staat behoorlijk wat extra stroom, omdat dat een beetje gekanaliseerd is. Ja, wat doe je? Houd zoveel mogelijk afstand van het schip wat jou aan het oplopen is. En meestal helpt het ook wel om een beetje gas terug te nemen. En meer kun je niet. Maar kijk alsjeblieft zo vaak mogelijk achterom. Zeker als je in de afvaart zit op onze grote rivieren. Oké, dan gaan we even de tussenstand bekijken. Hey, Jasper, heel goed. Jasper deed volgens mij de vorige keer ook mee. Dat weet ik niet zeker, maar ik dacht het wel.
Ik zal ook even naar beneden scrollen. Dan kan iedereen zichzelf even zien. Toch dicht bij elkaar hoor, allemaal. Oké. Ik zie al wel dat een aantal mensen zich inhouden. Heel goed. Oké, dan gaan we door. De volgende vraag. Wie verleent er voorrang bij een water waar stroom loopt? Dus wie verleent hier voorrang? Is dat zeilschip Lot of is het motorschip Finn? Wie verleent er voorrang? Want op het water verlenen wij voorrang. Hè? Nou, zullen we eens even kijken. Ja, Lot moet inderdaad voorrang verlenen, want Finn, dat is een beetje lastig, maar Finn die kan niet remmen, want die zit op stroom. Zoals we weten zit er geen rem op het schip. En als je hem in de achteruit zet, dan gebeuren er allerlei dingen als je op stroom vaart, voor stroom vaart. Nooit datgene wat je graag wil. Ik zou ook iedereen aanraden met je motorschip, als je een keer de gelegenheid hebt om op stromend water te varen, en het is lekker rustig bij je in de buurt, zet dan die motorboot eens een keer in de achteruit. Dan kun je eens kijken wat er gebeurt. En je zult dan ook ondervinden dat er allerlei dingen gebeuren, maar absoluut niet wat jij graag wil. Je zult maar zo dwars op de stroom komen. En dat is ook de reden waarom we gezegd hebben, waarom de wetgever gezegd heeft, een schip dat voor stroom vaart, heeft voorrang. We praten hier wel over twee kleine schepen. Dus en binnen het BPR is dit natuurlijk helemaal duidelijk. Maar hou daar dus rekening mee. Voorstroom moet voorrang verleend worden. Wat mij betreft gaan we naar de volgende. Wie verleent hier voorrang? Ook weer het binnenvaartpolitiereglement. Wat dat betekent, kom ik straks op terug. Het groene motorschip of het rode zeilschip? Wie verleent hier voorrang? Ja. Oh, dat ging iets te snel. Oh, wacht even, Bram. Excuus, we gaan gelijk door naar de volgende vraag. Ik heb per ongeluk doorgeklikt. Die vorige, dat zeilbootje moet inderdaad voorrang verlenen. Want dat motorbootje, dat volgt stuurboordzijde van het vaarwater. Dit was sorry. Sorry Onno, ik heb één vraag doorgeklikt. Dus we hebben nu... Okay. Mensen hebben wel de vraag goed beantwoord. Sorry iedereen, het is mijn schuld. Wacht even, nou... Kom terug. Het antwoord komt nu wel eerst. Nou, fijn. Ja. Laten we dan beantwoorden. Oké, motorschip volgt stuurboordzijde van het vaarwater. En daarom moet het rode zeilschip voorrang verlenen. En dat is dus wel handig, want ik wilde hier iets over vertellen. Ik zei straks dat stuurboordzijde varen van het vaarwater, dat is heel handig. Het is in de eerste plaats overzichtelijk. In de tweede plaats heb je vaak voorrang. Althans, een ander schip moet jouw voorrang verlenen, zoals in deze situatie. Maar wat vooral belangrijk is, je zit nooit in de dode hoek van een schip. Van een vrachtschip wat jou aan het inhalen, aan het oplopen is. En daarom is het zo belangrijk dat je stuurboordzijde van het vaarwater en zo stuurboord mogelijk als het maar kan. Dus echt heel erg de rechterkant van het vaarwater volgen. Dat is het meest veilige wat je kunt doen. Dode hoek, daar kom ik in de volgende quiz ook op terug. Heb ik genoteerd. Dan gaan we naar de volgende vraag. Ik hoop dat dat goed gegaan is. Ik denk dat we nu eerst het antwoord op de vorige vraag nog een keer krijgen. Ja. Dat weet ik niet zeker. Ik ga het doorklikken. Ja, eerst het antwoord op de vorige vraag. Ja. Passagiersschip I
Die heeft meer dan 12 passagiers. Heeft een gele ruit omdat die kleiner is dan 20 meter. Want een schip van 20 meter en langer is een groot schip. Maar dit is een van de uitzonderingen. En hij moet dus nu voorrang verlenen aan een klein motorschip X. Want die volgt ook weer stuurboordzijde van de betonnen vaargeul. En dat kan best eens een lastige zijn. Vandaar dat ik mensen hierop wijs. De vraag is, wil jij, als jij in boot X zit, wil jij nou zo graag voorrang hebben van de zeilschip? Meestal zijn dat van die charterzeilschepen. Met een man of 15 of 20 aan boord. En die komt dan van stuurboord. Het heeft de rechten van een groot schip. En kijk, wil je stress voorkomen, dan zie je dit op een grotere afstand al op je afkomen. Dan zie je dit gebeuren. En dan zeg ik, als ik X ben in dit geval, dan ga ik even buiten die betonde vaargeul. Ik minder vaart. Ik ga buiten die betonde vaargeul varen, dus onder de rode tonnen. En daarmee geef ik aan de schipper van schip Y het teken van, ik had recht op voorrang. Daar zie ik nu vanaf, dus ga jij je gang maar. Dat neemt wat stress weg aan boord van schip Y en misschien bij jezelf ook. Dus dat zou ik doen. Ik zag een opmerking van iemand met een 60 pk'tje. Je kunt natuurlijk ook een dot gas geven. Of je daarmee rust op het water, brengt en bij jou aan boord. Dat is natuurlijk de vraag. Maar iedereen moet vooral datgene doen wat hij zelf het beste vindt. Doe wat je wil. Maar één ding is duidelijk. Je hebt voorrang, maar je hoeft dat niet per se af te dwingen. Wat mij betreft gaan we naar de volgende. Wie verleent hier voorrang binnen de BTR? Meneer Voor de Wind als zeilboot of meneer Job als motorboot? En die groene stroken die je ziet, dat is de zijkant van het vaarwater. Hè? Dat is de groene stroken. Wie verleent voorrang? Ja, inderdaad, motorboot Job verleent voorrang, want hij vaart niet aan stuurboordzijde. Er staat overigens zeilboot Job, maar dat moet motorboot Job zijn. Oh, ja, dat is een foutje van ons. Tijd voor de volgende. Twee zeilboten ontmoeten elkaar hier, de groene en de rode. Wie verleent in dit geval voorrang? Het groene zeilschip of het rode zeilschip? Wie verleent voorrang? Ja, de rode zeilboot verleent voorrang, want die heeft zijn hoofdzeil, zijn grootzeil, over stuurboord. En het groene schip heeft het zeil over bakboord. En in de meeste lesboeken staat dan bakboord gaat voor stuurboord. Dat is dus inderdaad zo. Maar wat nu als beide zeilen over bakboord of over stuurboord staan? Wat gebeurt er dan? Nou, dat lijkt me een goede vraag voor de volgende keer. En ik zag even hoe stuurboord is stuurboord. Ja, had ik straks al gezegd. Zo ver mogelijk, zo ver als mogelijk, moet je dus de stuurboordzijde aanhouden. En Kasper en zo, jullie moeten niet de antwoorden gaan geven van de quiz die we volgende keer gaan doen, hè? Kom op. Wel grappig trouwens, hoor. De volgende, Bram. Het Rijnvaartpolitiereglement. Hè? We hebben het tot nu toe gehad over het
BPR? BPR, nu is het Rijnvaartpolitiereglement. Geldt op al deze vaarwegen het Rijnvaartpolitiereglement? En het antwoord is nee. Maar het is 2/3, 1/3. De vorige keer was dat ook behoorlijk fout gegaan. Nee, de Maas. De Maas, dat is, op het, is het binnenvaartpolitiereglement. En de rest is het Rijnvaartpolitiereglement. En alleen de lek staat er niet bij. Gaan we door? Ja. We varen op de Rijn, de Waal, het Pannonische Kanaal, de Lek. Dus in het Rijnvaartpolitiereglementgebied moeten kleine vaartuigen op deze rivieren altijd voorrang verlenen aan grote schepen, is de vraag. Ja, er is een overgrote meerderheid die zegt ja, inderdaad. En dat is ook heel handig. Hè, want die grote schepen die hebben op de Rijn gewoon voorrang. En er zijn wat mogelijkheden geboden. Wat je hier ziet, dat zijn langsdammen. Langsdammen, die zijn onder andere bij Tiel. En dan is de bedoeling, als het water wat hoger is dan op deze foto, dat de recreatievaart dan achter die langsdammen vaart om wat meer ruimte te geven voor de grote schepen. Maar bij laagwater zijn die langsdammen afgesloten. En bij hoogwater, bij erg hoogwater ook, want dan staan ze onder water en dan zijn ze wat minder duidelijk zichtbaar. Maar als kleinschip moet je altijd voorrang verlenen aan een groot schip binnen het Rijnvaartpolitiereglement. Gaan we door? Ja, we gaan door. Weer het Rijnvaartpolitiereglement. Dit plaatje hebben jullie straks al een keer gezien. Je ziet weer dat bord B9, hè, dat bord met die rode rand. Wie verleent hier voorrang? Kleinschip X of grootschip Y? Ja, dat is een lastige. Het is ongeveer 50-50. Maar het kleine schip moet hier voorrang verlenen, want binnen het Rijnvaartpolitiereglement gaat groot altijd voor klein. En er is geen enkele uitzondering, zelfs niet dit beruchte en beroemde bord. Dit zegt wel iets natuurlijk over grote schepen onderling. Die hebben daar dan wel mee te maken. Maar zodra je een groot schip hebt en een klein schip, dan gaat dat grote schip altijd voor. Wat betreft... Ja, ga naar de volgende. Scheepvaartverkeerstekens, zo heten die borden op het water. Wat krijg je zo direct te zien als je dit bord ziet? Is dat een vrijvarende veerpont of een niet vrijvarende veerpont? Ja, dat hebben nog wel aardig wat mensen hebben dat niet goed. Dit is een niet vrijvarende veerpont en dat kun je zien aan die horizontale witte lijn die eronder is. Dat duidt dan op een kabelpont of een gierpont. Nou, misschien weet niet iedereen wat een gierpont is. Ik heb me voorgenomen dat we dat de volgende keer eens bespreken. En dan kunnen we eens kijken hoe dat nou gaat met zo'n gierpont. En waarom is dit belangrijk? Zeker bij een kabel, dan ligt er een kabel. En als je daar aan het varen bent, dan is het natuurlijk wel heel erg handig dat je dat weet. Want als dat ding naar de overkant aan het varen is, dan is er ergens een kabel die strak staat. Of zoals ik net zei, de gierpont met zijn ankerbootje. Daar gaat later wel een keer over. Maar die kabel is dus wel gevaarlijk, want dan kun je schroef of je roer op kapot varen. Dus het is heel belangrijk dat je dit bord kent. En het volgende plaatje laat zien wat een vrijvarende veerpont is. Dan mis je namelijk die horizontale witte streep.
En inderdaad, als je op de kabel vaart, dan zou je ook een kink in de kabel. Maar reken er maar op dat je je motortje of je schroef kwijt bent. Nou, eens even kijken naar de volgende. Dat is wel een aardig plaatje, denk ik. Dit is een hele kleine greep van de scheepvaartverkeerstekens. En dat betekent dus dat je, als je de volgende keer meedoet, is het handig om die nog maar eens een keer te bekijken. Want we gaan er weer een paar doen de volgende keer. Wat mij betreft, Bram, kunnen we naar de volgende vraag. Eerst nog een plaatje. Eerst nog een plaatje. Dit is de navigatieverlichting van een klein motorschip. Je ziet linksboven het plaatje met rood en groen. Dan zie je een toplicht. En dan zit dat toplicht. Dat zit er op 235 graden. Van voor zie je hem heel goed. En van opzij, bij de zijkant ook een beetje. En het heklicht, dat is dan zijn achterlichtje. En dat vult dan op tot 360 graden. 135 graden. Het mag ook met een rondom schijnend lampje. Dat is het middelste fotootje. En kleiner dan 6 meter. Even kijken. Kleiner dan 6 meter is voldoende een rondom schijnend lampje. En je mag ook op de neus, dat zie je bij die sloepjes nog eens. Op de neus mag je ook een gecombineerd lampje hebben. Rood-groen. Volgens mij gaan we door aan de vraag. Ja, volgens mij is dat 7 meter. Ja, dat is mogelijk. Ik twijfelde al even. Ja. Welk schip voert deze navigatieverlichting aan de voorzijde? Is dat een motorschip of is dat een zeilschip? Voorzijde van een schip. Oh, 50-50. Hey, 50-50. Die is leuk. Nou, het is het zeilschip. Want als je een motorschip heeft ook een wit lampje. Dat hebben we straks gezien, hè, op dat plaatje waar je in helikopterview die verschillende zagen. En een zeilschip heeft geen toplicht. En een motorschip heeft wel een toplicht. En dat moet je natuurlijk wel weten, omdat je moet weten aan wie je voorrang moet verlenen. Ook als het donker is. Ja. Laatste twee. De laatste twee. Wat zien we hier? Zien we hier de navigatieverlichting van een niet vrijvarende veerpont of een vrijvarende veerpont? Groen boven wit. Ja, die is behoorlijk fout. Want het is een niet vrijvarende veerpont. Een vrijvarende veerpont, die heeft met de blauwe pijl heb ik erbij gehad, die heeft ook navigatieverlichting. Dus in dit geval zie je de bakkenboordzijde van een vrijvarende veerpont. Dat is het onderste plaatje. En het bovenste plaatje is een niet vrijvarende veerpont. Ook weer erg belangrijk dat je dat weet. Want als je daar s'avonds aan het varen bent en je ziet dit, dan weet je dus dat er een gierpontje ligt. Een gierankerbootje. Of dat er een kabel ligt. Dus dan is het heel belangrijk dat je wacht totdat je die verlichting, die navigatieverlichting, stil aan een van beide kanten ziet liggen. Want dan ligt de kabel weer op de bodem van de rivier of het kanaaltje en dan kun je doorvaren. Wat prijs betreft gaan we naar de volgende. Laatste kans op een punt. Wat zien we hier? Rood boven groen, bovenin. En we zien een groene en een rode, de voorzijde van een visserschip of de voorzijde van een groot zeilschip. Ook weer belangrijk, want beide moeten wij voorrang verlenen. Ja, dat visserschip, ja, ik vind het aardig gevonden, maar het is een groot zeilschip. Want een visserschip heeft groen boven wit.
Dus die navigatieverlichting, daar moeten we volgende keer wat meer aandacht aan besteden, want dat zit er nog niet zo in. En zo'n groot zeilschip moet je natuurlijk weten dat dat aan het varen is, omdat wij aan zo'n groot schip voorrang moeten verlenen. En een terechte opmerking zou zijn, hoe zie je nou het verschil tussen een vrijvarende veerpont en een visserschip, want dat is... En daar heeft degene die die vraag zou stellen, heeft gelijk in. Maar het punt is dat een veerpont, die zie je nooit in een gebied varen waar visserschepen zijn. En dan zul je misschien zeggen, ja, en op de Waddenzee dan? Nou, daar zie je heel veel visserschepen. Dus daar zie je die onderste verlichting. Maar daar zie je geen veerponten. Want die grote schepen naar de eilanden, dat zijn geen veerponten. Dat zijn gewoon passagiersschepen. Ze hebben het dan wel over een ferry of zo. Maar een veerpont moet voldoen aan een aantal voorwaarden. En dat doen die grote schepen op de Waddenzee niet. Dus vandaar dat, dat men gedacht heeft, nou, die navigatieverlichting die mag overeenkomen. Nou, en we krijgen nog een... volgend... Ja, de uitslag, dacht ik. Nou, we krijgen nog één plaatje. Oh. Dit is een overzicht van wat mogelijkheden. Om jullie alvast voor te bereiden op de volgende keer. We hebben genoeg mogelijkheden om nog eens wat vragen te stellen over die navigatieverlichting. Het is wel zo dat we wel een voorstander ervan zijn dat we zoveel mogelijk laten zien van zaken die echt belangrijk zijn voor de veiligheid. We gaan dus geen rare vragen stellen over verlichting die je nooit van je leven ziet. Even in het midden gelaten of je ervaren genoeg bent om 's nachts te varen. Daar moet je echt wel wat voor ervaring voor opbouwen. Voor mij zijn we nu aan het einde van de quiz. Nou, dan komt die uitslag. Zullen we even naar de score kijken? Pieter. Dat is toch niet Pieter... even kijken hoor. Welke Pieter is dat? Ja. Dat is niet Pieter de docent, neem ik aan. Ik heb geen Pieter in de deelnemers zitten. Oh. Nou, P van Breugel. Even bekendmaken. Is dat P van Breugel? Oh, ask to unmute. Dan gaan we dat even vragen. Ja. We zullen eens even kijken. Pieter? Ja, kom eraan. Ja, het is Pieter de instructeur. Pieter krijgt 2 minpunten, want dat is een docent. Ik doe niet mee. Kerel. Ik doe niet mee. je was wel welkom hoor, Pieter, maar... ik heb mijn best gedaan om fouten te maken. Ik vond het waanzinnig gaaf. Top. Horen we graag. Dus, maar ik vond de gelegenheid gebruik weer enorm te bedanken. En heel graag de volgende keer. Hey Pieter, bedankt. Ja, natuurlijk. Dan gaan we naar Jos Vrijzen. Ja. Ja, ik heb mezelf ge-unmute. Met Jos, hallo. Ja, we horen je. Prima. Dus start video. Ja, Jos Vrijzen. Ja. En jij bent geen docent klein vaarbewijs, Jos? Absoluut niet. Ik heb zowel vaarbewijs 1 als 2 nog niet in het bezit. Zo. Dat zou ik 11 januari gaan halen. Maar dat is natuurlijk niet doorgegaan. Ik heb nu een datum gepland staan voor 24 februari. Oh. Maar of dat doorgaat, is ook nog maar even de vraag. Ja, dat staat sterk geschreven. Nou, van harte gefeliciteerd, Jos. Dankjewel. Jij moet even met Carlijn een afspraakje maken, want je krijgt een gigantisch mooie prijs. Nou, Jos, mag ik jou vragen om je gegevens even naar de info@vaardoejesamen inbox te sturen? Dan zorgen wij dat je iets leuks krijgt toegestuurd.
Nou, hartstikke leuk. Heel hartelijk bedankt. Ja, fijn. Dankjewel. En complimenten voor de quiz. We kijken nu alweer uit naar de volgende. Kijk, dat is goed om te horen. Goed zo. En graag gedaan. Heel goed. Bram, misschien is het leuk om even naar beneden te scrollen, zodat iedereen kan zien hoeveel stichtingen die zijn. Ja, ga ik doen. Zou er eigenlijk een muziekje bij moeten? Ja. Het cheert was wel beter dan de verleden keer, geloof ik. Als ik het goed zag. Dat was hem. Nou. Prima. Nou, qua tijd, bijna 9:30. Ja, ontzettend goed gedaan, iedereen. Ja. Onno, ik wil jou ook hartstikke bedanken voor de leuke presentatie en je inzet. Bram uiteraard ook en Eve achter de schermen. En de rest van het team van Varen, die samen natuurlijk ook. Ontzettend bedankt en graag tot een volgende keer. Oké, eind februari of zo. Ik vind dit wel voor herhaling vatbaar volgende maand. Ja, als ik naar de diverse chats kijk, dan zie ik nogal wat positieve bijdragen. Nou, leuk. Leuk. Nou, en studeer ze allemaal, zou ik zeggen. Dan gaan wij ons best doen om er weer een mooie quiz van te maken. Tot de volgende keer. Ga ik hem afsluiten. Oké. Doei. Fijne avond. Pak een borrel. Fijne avond. Fijne avond. Blijf gezond. Hoi. Ik ga er ook uit.